We gaan zoals altijd belangrijke dingen doen. We gaan starten met een introductie in erfelijkheid. Als je praat over erfelijkheid, jongens, dan praat je altijd over genen. Weet je wel? Over een gen. En wat is nou een gen? Nou, je moet het hier zien. Ik heb een aantal illustraties. Technisch gesproken kun je zeggen een gen. Dat ligt klaarblijkelijk ergens op je DNA. Is een stukje DNA. Dat zie je hier staan. Wat codeert voor één erfelijke eigenschap. Ja, en hoeveel heb je er dan daarvan? Nou ja, jullie weten, je hebt 46 strenge DNA in iedere cel. En op die 46 strenge DNA liggen ongeveer 20.000 erfelijke eigenschappen. Jullie, en ik ook, jullie zijn het product van 20.000 erfelijke eigenschappen. Jullie zijn het product van 20.000 genen. Nou, om het geheel een beetje te verduidelijken, maar misschien heb ik het zo uitgelegd. Kijk, wat zou je kunnen zeggen? Je zou kunnen zeggen, nou, joh, burger, moet je kijken, die waslijn, dat is die streng DNA. En aan die waslijn hangen hier allemaal stukjes textiel. En al die stukjes textiel zijn dan de erfelijke eigenschappen. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hebt 46 waslijnen in de celkernen zitten. En aan die 46 waslijnen hangen 20.000 stukjes textiel te drogen. Wat dat gen doet, dat gen is de erfelijke informatie, codeert voor één eiwitje. Dus eigenlijk kan je zeggen, op een gen staat de erfelijke eigenschap, de erfelijke informatie voor de productie van één eiwit. Dus eigenlijk kun je zeggen, als ik besta uit 20.000 genen, ben ik dus het product van 20.000 eiwitjes, waarvan dus hoe ze opgebouwd worden, ligt vast op mijn DNA. Maar wat was nou de truc? En dat wisten jullie al. Kijk, ik heb hier voor jullie weer die 46, die 23 paar. En dan nog de geslachtschromosomen. Dus ik heb hier eigenlijk 23 paar. Dus dit zijn die 46 chromosomen. Hè? En als ik die uitwikkel, krijg ik 46 strenge DNA. Maar wat je even goed moet realiseren, kinderen, en ik ben bezig geweest voor jullie. Dit chromosoom komt bij je moeder vandaan en die komt bij je pa vandaan. Die bij je moeder, die bij je pa, die bij je moeder, die bij je pa, die bij je moeder, die bij je... De chromosomen die exacte kopietjes van elkaar zijn, noem je de homologe chromosomen. Dus eigenlijk kan je zeggen, als ik besta uit 46 chromosomen, moet ik me realiseren dat van ieder chromosoom een paar, ik er één van mijn moeder krijg, één van mijn vader. Eén van mijn moeder, één van mijn vader. Eén van mijn moeder, één van mijn vader, moeder, vader, moeder, vader, moeder. We hadden net gezegd, dit is een streng DNA met erop erfelijke eigenschappen. Kijk, hier heb ik weer die twee homologe chromosomen gedaan. Dus eigenlijk betekent dat, dat ik een streng DNA met daarop erfelijke eigenschappen heb gekregen van mijn vader. Het andere chromosoom, dus laten we zeggen de linkerschoen, heb ik van mijn moeder gekregen. Maar daar eigenlijk staan daarop exact dezelfde erfelijke eigenschappen. De erfelijke informatie van pa in combinatie met de erfelijke eigenschap van mijn ma, dat is één gen. Dit is één erfelijke eigenschap. Dit is één gen. Dit is het gen voor oogkleur. Daar stopt pa informatie in en ma stopt daar informatie in. Voor haarkleur krijg ik informatie van pa en informatie van ma. Gezamenlijk vormen ze een gen. Dus eigenlijk kan je zeggen, een gen bestaat uit informatie van pa en informatie uit ma, van ma. Nou, en dan hebben we nog een mooie naam aangezet. Dan hebben we gezegd, nou ja, oké, als pa
oogkleur geeft en ma geeft oogkleur, dan noemen we wat pa levert, noemen we een allel. En wat ma levert, noem ik ook een allel. Dus je kan zeggen, je krijgt voor oogkleur. Het gen voor oogkleur bestaat uit 2 allelen. Dus technisch gesproken zou je kunnen zeggen, eigenlijk is het dus zo, als jij bent het product van 20.000 genen, tenminste, je krijgt er 20.000 van je pa, en eigenlijk krijg je er ook 20.000 van ma, maar eigenlijk krijg je van pa de helft van een gen. Want één gen is de informatie van pa en de informatie van ma samen. Dus eigenlijk krijg je van pa 20.000 allelen, van ma krijg je ook 20.000 allelen. En de allelen van pa en ma, als die gaan samenwerken, dan noem je dat een gen. Dus in jullie lichaam zitten 46 chromosomen met 20.000 genen. En die 20.000 genen zijn opgebouwd uit allelen van pa en allelen van ma. Je zou dus kunnen zeggen, je zou dus een gen kunnen definiëren als een stukje DNA dat codeert voor één erfelijke eigenschap, waarvan je een deel krijgt van je pa en een deel krijgt van je ma. En zo'n deel noem je een allel. Ik ga jullie uitleggen hoe nou iemands uiterlijk tot stand komt. Want deze man heeft bepaalde eigenschappen. Hij is knap, hij is lang, hij is gespierd, hij kan goed voetballen. Nou, noem allemaal maar op. Maar dat is wat je ziet. Wat je ziet van iemand, Eva, als je naar hem kijkt, dat is iemand zijn fenotype. Dat is zijn fenotype. Maar hoe komt nou zo'n fenotype tot stand? Nou, het zal jullie niks verbazen als je zegt, nou Burger, dat fenotype voor deze voetballer, ja, dat ligt in zijn DNA. Hij heeft van zijn ouders genen gekregen die ervoor zorgen dat hij 1,90 meter wordt. Hij heeft van zijn ouders genen gekregen die ervoor zorgt dat hij behoorlijk gespierd is. Hij heeft ook van zijn ouders genen gekregen die ervoor zorgen dat hij behoorlijk gecoördineerd over dat veld kan lopen. Nou, dat klopt allemaal. Dus om te worden wat je bent, is het wel handig als je talent hebt. Maar er is meer nodig. En dat is namelijk de invloed van het milieu. Je moet het zo zien. Het fenotype is de optelsom van het genotype, maar ook het milieu. En dat zal ik uitleggen. Van zijn ouders heeft hij de juiste genen gekregen. Die genen zorgen ervoor dat hij onwijs getalenteerd is. Maar zijn milieu is ook van belang. Ik zal je uitleggen. Hij kwam uit een liefdevol gezin. Waardoor hij in alle rust kon opgroeien. Geen ruzies. Nou noem allemaal maar op. De boel bleef lekker vriendelijk bij elkaar. En Graziano Pelle kwam in een stabiel milieu terecht. Zijn ouders, hij had ook de toeval dat zijn ouders zeiden, ja Graziano, luister jongen, we gaan niet iedere dag naar de McDonald's. Je krijgt van mij gezond voedsel. Daarnaast had hij ook de mazzel dat hij de goede vrienden had. Hij kreeg per toeval sportieve vriendjes. Hij kreeg geen computernerds. Hij kreeg ook van die ADHD-vriendjes. Dus hij zei, ja Graziano, kleine Graziano, ga mee, we gaan naar het voetbalveld. Nee, zei Graziano, ik wil achter de computer. Niks ervan, jij gaat mij naar het voetbalveld. En hij had ook nog een keer de mazzel dat in zijn directe omgeving een voetbalvereniging zat. Dit is de invloed van het milieu. Nou, je vat hem wel. Want als er geen voetbalvereniging in de omgeving had gezeten, maar een turnvereniging, had hij wel het voetbaltalent gehad. Maar was de invloed van het milieu anders geweest en was dit een andere man geworden. Dus, het fenotype is een optelsom van milieu en het genotype.